Een nieuw jaar staat voor de meeste mensen met goede voornemens voor een gezonde levensstijl. Onderdeel daarvan is veelal ook een gebalanceerd dieet op nahouden, waarbij beweging een even intensieve rol speelt. Onze redactie ging langs bij twee personen die alles weten over gezonde levensstijl. Gezondheidscoach Ashin Durjan en Stichting Biggie Brokiwaka zijn het met elkaar eens dat een gezonde levensstijl en beweging van grote invloed zijn op het leven van de mens. Echter raken wij in het dagelijks leven veelal geconfronteerd met verschillende afleidingen, wat het nog moeilijker maakt dit goede voornemen inhoud te geven. Desondanks zegt Durjan dat dit wel een prioriteit moet zijn om met het getuig van zelfliefde. Als je van jezelf houdt, dan ben je verplicht om voor jezelf te zorgen. Je bent het verplicht omdat je met een gezonde levensstijl ervoor zorgt dat je ziektes nu en op je oude dag drastisch kunt verminderen. Als je dat van tevoren weet, dat je door je levensstijl gezond te maken, je dat kunt voorkomen op je oude dag en voor later, dan ben je het eigenlijk verplicht naar jezelf toe. Het kiezen van je voeding zou volgens Durjan vooral gebaseerd moeten zijn op het aantal vitamines in de voeding. Vele organisaties in Suriname pleiten ervoor dat personen veel meer gaan bewegen. Voeding heeft als doel om je lichaam te voeden van nutriënten, vitamine, mineralen, spoorelementen, eiwitten, koolhydraten en gezonde vetten. In je voeding zou er in eerste instantie allemaal voedingswaarden moeten zitten. Als je er een gewoonte van maakt om dingen te eten waar er geen voedingswaarde in zit, dus die geen vitamine, geen mineralen, geen spoorelementen hebben, dan ben je eigenlijk je buik aan het vullen zonder dat het bijdraagt aan onder andere herstel van je lichaam. Om de aanzet te geven organiseerde Stichting Biggie Brokiwaka op de eerste of tweede zondag van het jaar een loop over de Wijde Bosbrug. Op zondag 8 januari jongstleden, al voor de 19e keer. Volgens voorzitter Hans Kiryasinghe was de voornaamste reden om de stichting op te richten het bevorderen van het bewegen aan het begin van het jaar en zo de toon te zetten voor de bewustwording voor de rest van het jaar. Zeg maar, de oprichting had sowieso als doel helpen mensen bewegen. Dat is ons eerste, of tenminste ons hoofdtaak geweest eigenlijk en tot nu toe hetzelfde. Wij proberen daar een bijdrage aan te leveren, begin van het jaar. Mensen hebben te veel gegeten in de laatste twee weken van december. En jongens, laten we het jaar fris en goed beginnen en niet bij deze laten en dan weer volgend jaar. Dat ze dan dit oppakken, de andere activiteiten en proberen blijven lopen en gezond blijven. Want als we om ons heen kijken, is ons volk behoorlijk aan het dik groeien.